Wij zijn Lionstorm. We zijn een artist duo in Nederland. En we maken voornamelijk muziek, maar ook kleding, foto's. Onze eigen videoclips en onze live performances, waar we altijd wel iets proberen om iets nieuws te doen. In ons leven hebben we allebei gemerkt dat, dat we wel vrouw zijn, maar niet ons helemaal herkend hebben, wat we ons later pas beseften, in vaak de beelden van vrouwen die we zagen op tv van ons heen. Of waarvan we het gevoel hadden dat wij aan moesten voldoen. En dat heeft ons allebei los van elkaar, daar kwamen we achter toen we samen gingen werken, best wel beïnvloed in ons leven. Dat we erachter kwamen van ik voelde me nooit helemaal een goede vrouw. Of alsof ik klop als vrouw. Misschien ben ik dan wel niet helemaal vrouw. En dat gevoel, dat is iets wat we denk ik steeds opnieuw in ons werk aangaan. Van wat heb ik aan mezelf verstopt of wat zou ik aan mezelf verstoppen? We merken dat in ons werk, dat we wel vaak bezig zijn met wat heb ik mezelf niet toegestaan om te zijn? Of wat is iets wat ik in mezelf herken dat ik nog niet veel heb gezien om me heen? En dat te gaan uitdiepen. Van oké, hoe klinkt dat? Wat wil ik daarover zeggen? Wat is iets wat ik er niet over zou durven zeggen? En daar ga ik over schrijven bijvoorbeeld. Dat is denk ik wat genderexpressie in ons werk is. Ik denk dat bewust over genderexpressie nadenken, dat echt iets was wat op latere leeftijd kwam. Ik denk dat ik echt, ja, een paar jaar geleden, misschien 2, 3 jaar geleden, pas daarmee in aanraking kwam. Echt. Maar onbewust natuurlijk heb je wel gewoon door de beelden die je in de media ziet of op tv zag, wel zoiets van, hè, klopt dit bij me? Of dat je wel voelt dat er niet iets helemaal klopt, maar je weet nog niet precies waar dat aan ligt ofzo. Ik voelde me nooit echt een meisje, zoals dat dan werd gezegd. Of, dus dat was dan ook tegelijkertijd meteen een struggle voor me. Van, hè, het past nog niet helemaal precies, dus, maar ik kon dat niet plaatsen. Ja, ik weet nog wel dat ik het gesprek had, echt al best wel lang geleden met een vriendin, dat we het toen hadden over vrouw zijn of zo, en dat ik maakte iets met haar, een werk, en toen zei ze iets over dat we vrouwen zijn, en zei ik, nou, ik voel me niet echt onderdeel van de groep vrouwen of zo. En toen was ze er erg over in de war, en zei ze, ja, maar als iets over vrouwen gaat of wij als groep, dan voel je toch wel aangesproken. Toen zei ik, nee, eigenlijk niet. Ik voel me altijd alsof ik niet daarbij hoor, of alsof ik niet helemaal klop in dat verhaaltje. En ik denk dat ik toen wel daarover na begon te denken van, wat betekent dat? Ben ik dan wel helemaal een vrouw? En ik ben wel altijd in de war geweest over dat ik het ene moment heel... ik vind kleding een heel groot onderdeel van in ieder geval mijn leven, van genderexpressie of überhaupt expressie. En ik vind het interessant dat kleding zoveel communiceert waar we niet eens over nadenken. En ik was wel altijd in de war dat ik qua kleding al mezelf niet kon plaatsen in één hoek. Dus de ene dag had ik zin om heel stoer eruit te zien. En de andere dag had ik zin om er heel fem uit te zien. En de andere dag heel verzorgd. En de andere dag juist heel vuig en slordig. En daar was ik zelf altijd over in de war. Ik dacht, ik moet kiezen, dit klopt niet. Ik moet dit zien samenvoegen. Of ik moet eentje gewoon daarbij blijven en de rest negeren. En dan klopt het wel. En ik denk dat toen wij samen gingen werken, begon ik steeds meer te accepteren van, ik ben juist al die dingen. Dus ik mag wisselen van dag tot dag. En ik besefte me ook dat artiesten of designers of stylisten die me inspireerden, waren meestal ook mensen die dat ook hadden. Zo'n hele eclectische schala. Ja. Ja. Ik denk dat waarom we het belangrijk vinden om het ook in ons werk mee te nemen, is dat het... For some reason is het gewoon natuurlijk. We kunnen er niet omheen. Wij leven dit. Dus het is gewoon het verhaal wat wij leven. Ik kan er niet echt iets anders op plakken. En omdat we het gewoon zo gemist hebben of niet terug hebben gezien, vind ik het wel belangrijk om dat ook te tonen in wie wij zijn of zo. Maar ja, en we vinden het gewoon altijd tof om tegen de
stroom in te gaan eigenlijk. En gewoon te laten zien wat er nog niet genoeg op de voorgrond staat, vinden wij. Dus we vinden het ook altijd tof om alles wat we aan onszelf zouden verstoppen, of wat je misschien wat schuurt of wat niet zichtbaar is, of waar je misschien in het dagelijks leven niet meteen over zou willen praten, omdat het andere mensen ongemakkelijk maakt, om dat in de etalage te zetten en gewoon op de voorgrond te zetten. Ja, en ik denk ook dat we het meenemen in ons werk om ruimte voor onszelf te creëren. Dus ik denk dat heel vaak de inspiratie in de eerste instantie komt dat wij voelen dat wij zelf nog niet echt ruimte voelen voor iets wat wij leven. En daar gesprek over willen kunnen voeren of dat willen kunnen uitdragen, niet meer censureren aan onszelf. En vanuit daar komt dat eerste vlammetje volgens mij. En dan daarna zien we gelukkig dat dat ook ruimte voor andere mensen creëert. Maar dat is niet een intrinsieke motivatie, denk ik. Nee. Bijkomstigheid. Ja, nee. Vaak weten we niet in eerste instantie waar het vandaan komt. Het is gewoon iets wat er is of wat we spannend vinden of leuk vinden. Maar als je daar dan over na gaat denken, dan komt het altijd vanuit binnen. En daar weet je het natuurlijk al wel of zo. Dus toch? We willen bereiken met ons werk. Ja, iedereen die er die bereikt wil worden eigenlijk. Gewoon, ons werk is voor iedereen. En, maar voornamelijk voor de mensen die het voelen en die net als ons gewoon het tof vinden. Het idee van het t-shirt is ontstaan omdat het eigenlijk gewoon een line van onze nummer is. Don't Like Sex, van onze nieuwe EP. En eigenlijk, ja, die line die zit in het nummer en we kregen best wel van veel mensen te horen van wow, die line, die hit gewoon, die komt wel binnen. En dat vonden we zelf ook. En tegelijkertijd vinden we het tof om altijd met symbolen te spelen op kleding of iets wat je niet bij elkaar matcht of voelt. Dus het shirt heeft eigenlijk een soort van schattige uitstraling, maar het heeft best wel een rauwe lijn erop. Dat vinden we altijd spannend. Van, hè? Als je in eerste instantie gewoon kijkt, denk je van oh, cute shirt. En dan daarna, als je het goed leest, denk je misschien van oh, oké. Okay, spannend of iets. En die dualiteit vinden we wel heel tof. Ja, dat is ook een rode draad in ons werk. Dat we aan de ene kant, denk ik ook in de meeste nummers die we gemaakt hebben, dat we van een bepaald commercieel geluid houden of van een soort commerciële look. En tegelijkertijd gefascineerd zijn voordat we houden van die stijl of die scene, die beeldtaal. Maar dat we dus nog niet altijd ons eigen verhaal of alle thematieken die wij leven daarin terugzien. En dat vinden we soms raar. We hebben het gevoel dat we daar dan niet helemaal over mogen hebben. En ik denk dat we daarom ook wel een fascinatie hebben. Bijvoorbeeld het eerste shirt was gewoon een shirt waar alleen maar gay op stond. En we hebben natuurlijk daarna Wacht tot je met Dick ziet sokken gemaakt, ook naar aanleiding van een nummer. En we hebben die bad publicity suit gemaakt, wat joggingspakken zijn met haatcomments over ons erop. Dus ik denk dat het wel een rode draad in ons werk is dat we een soort de kleding die wel op een bepaalde manier in de mode is, dat je die flipt naar een onderwerp waar het juist nog niet echt over gesproken wordt of niet echt acceptabel is nog om over te spreken en daarin een beetje taboe doorbreken. Dat is wel een fascinatie van ons. En bijvoorbeeld bij die sokken was het zo dat Wacht tot je me dik ziet was de meest macho lijn die we konden verzinnen. Maar op sportsokken was dan weer de minst macho vorm die we konden bedenken. En dat fascineerde ons om dat te combineren. Met het shirt zit het eigenlijk in dat nummer Don't Like Sex gaat over de dualiteit die veel vrouwen voelen met betrekking tot hun eigen seksualiteit. Dus dat ze daar ook negatieve ervaringen in hebben meegemaakt en niet zo goed weten hoe dat te scheiden van de positieve ervaringen. Dat herkennen wij ook. En daar zit een soort van dualiteit in. Van aan de ene kant merk je als vrouw dat het soort wel van je verlangd wordt om aantrekkelijk te zijn of verzorgd of er schattig uit te zien. En aan de andere kant mag je het niet hebben over het feit dat je dus bijvoorbeeld een dubbel gevoel hebt over je seksualiteit. En dat zit eigenlijk in dat shirt op die manier. Die schattige look en dan die lijn die daar tegenin snijdt. Nou, ik denk dat de Bijenkorf heeft gewoon een heel breed publiek, denk ik. Ik denk dat dat allerlei mensen daar binnen rondlopen, ook omdat er zoveel verschillende brands en winkels in gevestigd zijn. En dat maakt het publiek super divers, denk ik. En
wat daar wel tof aan is, is dat als je dus met je werk of met je thematieken mensen wil bereiken die niet jouw verhaal al leven of kennen of daar zich al in verdiept hebben, dan is een zo divers mogelijke plek natuurlijk het allerbeste daarvoor. En de plek is zo centraal als maar kan op de Dam. Het is een heel, in die zin, soort van toegankelijke winkel. Bijna iedereen die ik ken komt er wel eens. Dus dat betekent, denk ik, dat het een plek is waar in ieder geval mensen die ons verhaal nog niet hebben gehoord, of er nog niet actief over na hebben gedacht, of er misschien een bepaalde taboegevoel bij voelen, kunnen kijken en daar eens een keer voor het eerst misschien over na gaan denken. Misbruik is logischerwijs triggering omdat het een negatieve ervaring is. Alleen wat wij denken dat er nu aan de hand is, is dat je ziet dat er wel geluid is vanuit de kant die niet altijd even respectvol is richting. Dus bijvoorbeeld, ik wil eigenlijk liever geen voorbeelden noemen, maar ik denk dat het belangrijk is dat degenen die het ondervinden of het leven ook een stem mogen hebben. En dat dat nog te weinig gebeurt. En als je ziet dat de meeste verkrachtingen die aangemeld worden bij de politie niet eens worden in behandeling worden genomen, dan is het wel duidelijk dat er nog heel veel stappen gezet moeten worden in dat degenen die het leven hun verhaal mogen vertellen en dat er begrip aan de andere kant ontstaat. En dat is ongemakkelijk in het begin, want praten over iets waar we het nog niet over hebben, is altijd in het begin ongemakkelijk. Maar des te belangrijker dat we toch een beetje daar tegenaan duwen, denk ik. Ja, en dat we ons niet meer schamen om het erover te hebben. Dat het niet genormaliseerd, maar dat het, weet je, wat... Gesprek genormaliseerd wordt. Ja, dat het gesprek genormaliseerd wordt. Ja. Wat ik zou hopen als mensen het zien, is dat ze... Dat ze bij zichzelf beseffen dat ze bepaalde taboes nog hebben of bepaalde dingen niet bespreken wat ze wel leven, niet zouden durven uitspreken. En dat dat ietsjes meer loskomt. Dus mensen durven om te praten over dingen, ook als het een ander ongemakkelijk maakt. En daarbij zichzelf ook in nagaan van waar durf ik het toch niet over te hebben, waar zou ik het over moeten hebben. Ja, eigenlijk waarom we het shirt ook maken. Zo van, weet je, wij vinden die dingen samen tof en ik snap dat het gewoon een bepaalde reactie oproept. Maar waarom? Bijvoorbeeld, er was een keer bij een show, die vond het grappig. Iemand vond het een soort van ook wel grappig. Hoe noem je dat? Niet per se grappig, hoe zeg je dat? Ironisch. Of, yeah. En de ander vindt het echt meteen heel heftig. Sommige mensen voelen zich ook weer getroost. Ja, sommige mensen voelen zich getroost. Dus al die verschillende reacties en de manier van denken. Of weet je, dat je in eerste instantie een gedachte erover kan hebben. Maar als je er misschien langer over nadenkt of met ons in gesprek gaat, wel een andere gedachte over kan creëren, dat vind ik wel hard met kleding en wat het bij je op kan roepen. Ja, wij vinden het gewoon heel belangrijk dat we de norm blijven bevragen, omdat er altijd een heersende norm is. Maar die norm, of die nou in mode is, of in muziek, of in wetenschap, die zit overal en de norm is logisch, maar betekent ook altijd dat er mensen buiten vallen. En dat die mensen die worden niet genoeg gehoord en die krijgen ook niet genoeg kans om hun stem te laten horen. En dat is wel iets waar Lionstorm eigenlijk constant mee bezig is. Wat is de norm en hoe kunnen we die oprekken? Hoe kunnen we meer mensen hun stem laten horen of de moed geven om hun stem te laten horen? Was dat? Ja. Oh, oké.